Java. Hij noemt het een Indisch Requiem, een muziekstuk geïnspireerd op het leed veroorzaakt door het koloniale verleden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië. Vanavond wordt het Requiem voor tenor, koor en orkest voor het eerst uitgevoerd in Den Haag. Verslaggever Albert Schipperijn was bij de generale repetities. Speciaal een requiem. Ja, omdat het natuurlijk toch een hele droevige geschiedenis is ook. De grote droefheid van zo'n mislukte, wat Lucebert noemt, onze gemartelde bruid. Dat is zo'n ontzettend treurig feit, wat je ook moet zien te verwerken. Moet je ook maar zien te verwerken. Je maakt dat mee, gedeeltelijk als kind en door wat je meeleest met iedereen en met de televisie, maak je al die dingen mee. En dat komt er dan in. En dat verdriet daarover, dat is natuurlijk, dat is heel reëel. Dat is ook waar muziek ontzettend voor geschikt is. Ik herinner me hoe ons varken Jan tegen de voeten van mijn vader schurkte terwijl hij de Sumatra-post zat te lezen. Ik herinner me hoe het er in Indië uitzag toen alles nog heel was. Van het stuk vandaan? Eigenlijk allemaal van de Rudy Kausbroek, in die zin dat Rudy Kausbroek mij gewezen heeft op Tan Malanga. En die schreef gecodeerde brieven uit zijn verbanningsoorden. En daar heb ik gecodeerde gedichten van gemaakt, een geheim taal. Daar komen de teksten van het eerste deel. En het tweede deel is de Rudy Kausbroek tekst, ik herinner mij hoe het hieruit zag toen alles nog heel was. Zo begint dat. Dat is uit een documentaire. Dat zijn de herinneringen van zijn jeugd. Is dat ook de werkvolgorde? Er is een tekst en daarbij bedenkt u tonen, klanken. Ja, er is een tekst en daarbij bedenk je, je hebt dat gedicht, dat heb je helemaal in je opgenomen. En dat zeg je als een gebed, iedere dag, honderden malen voor je uit. En je bent ermee bezig en het bouwt zich langzamerhand op. Ik ga inderdaad aan de hand van de tekst door die muziek heen. Ik ga niet vast aan het eind beginnen. Hoewel ik wel wist hoe het eind er zou zijn, namelijk zoals het begint. Dat wist ik wel meteen. Maar toen had ik het stuk nog niet. In die geheime taal verschijnt de Borobudur tussen de bomen. Dat is het teken van een van de grote beschavingen van de wereldgeschiedenis die dat heeft voortgebracht. En dat stond daar dus geheim in dat oerwoud. Want het stuk weerspiegelt ook een rondgang rondom de Borobudur. Ja. Twee keer. Eén keer van oost naar west, vanuit het oosten, vanuit het geheim.
En de andere keer, de tweede keer, vanuit, ik noem dat, Lento a Tempo Dulu. Vanuit het Westen. Maar ook diezelfde tocht. Die tocht namelijk tot inkeer. Tot inkeer, daar komt het op neer. Ja. Sjaak, eventjes. Laat je ze daar Gika zeggen? Want... Oh. Hoor je G? Ja, nee, maar dat moet G zijn. Oh, moet die? Oh. Ja, want dat spreek je zo uit. G. Okay. Gika. Wat voor correcties geeft u nu? Nou, kleine dingen. Balansen. Ja, het zijn meestal balans. Dingen die te hard, te zacht. Iets uitdunnen soms. Maar heel weinig is dat eigenlijk maar. Hoor. Klinkt het ook zoals het in uw hoofd geklonken heeft toen het op papier gezet werd? Ja, dat is wat je je zo voorstelt, ja. Ja. Als ik dat niet hoor, dan ga ik weer dingen veranderen. Maar nee, dit is wel zo'n beetje wat ik me voorstel. Ja. Dit is echt fantastisch. Wat voor spanning geeft dat bij u? Nou, erg grote opwinding. Hele grote opwinding. Ik ben niet zenuwachtig of zo, maar wel erg opgewonden. Veel, daar leer ik ook meer van. Een uitvoering is... Dan zit je eigenlijk op de pijnbank, want je kan niks meer doen. En dat is leuk voor het publiek, maar niet zo leuk voor de componist. Ja. Dus dan zit u een beetje met samengeknepen tenen hier te luisteren. Ja, nee, zeker. Maar het hangt erg van de uitvoering. Als je merkt dat er adem in zit, dan ontspan ik me ook wel. Hoor. Ja.